Goeiedag, beste broer, beste zus, kijkers en luisteraars, God zegen. U weet, u kent me allemaal, als u me nog niet kent, mijn naam is Marcel van der Lisle en ik ben er weer. 2023, ja, ik wens u alsnog een gelukkig nieuwjaar, het beste, ja, het allerbeste wens ik u toe. Bogo, 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 blessie. Ja, het gaat erom dat we dit jaar in het jaar zitten waar God zichzelf gaat tonen. Je God gaat laten zien wie de Vader is. Wat de situatie ook is, als u een kind van God bent, ja, dan bent u gezegend. Als u een kind van God bent, dan hoeft u zich geen zorgen te maken, want God heeft gezegd, ik ga mijn vaderhart dit jaar laten zien. Hij gaat laten zien dat hij de vader is. Hij gaat laten zien dat zijn kinderen niet tekort komen. Je kan openlijk gaan getuigen dat God je vader is. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. We need to witness. We need to tell the people how great our Father is. U kent dat liedje. How great is our God. Sing with me. Oh. Ik ben geen zanger nogmaals, beste mensen. Maar dat liedje is om een eerbetoon om onze Vader te eren. En beste mensen, dat is zo belangrijk. En weet u, toen Jezus ging en voordat hij ging, heeft hij tegen zijn discipelen gezegd. Ik ga u niet alleen laten. Ik laat u niet als wees achter. En dat deed hij in Johannes 14, ja. En hij vertelde ze, hij zei, ik ga u een trooster sturen, een comforter. En dat is de Heilige Geest. En vandaag, in het eerste programma van het jaar, ja, praat ik met u over de Heilige Geest. De Heilige Geest in ons en de Heilige Geest op ons. Heel veel mensen kennen dat begrip niet. Heel veel mensen weten niet eens wie de Heilige Geest is. Maar beste broer, beste zus, dit jaar meer dan ooit, moeten we gehoorzaam zijn. Meer dan ooit moeten we gefocust zijn op God. Meer dan ooit moeten we weten dat Jezus spoedig komt. Voordat ik verder ga, laten we dit programma opdragen aan de Heer. Vader God, ik kom tot u op dit moment, Heer. En we bidden. Ik bid in de naam van Jezus Christus dat dit programma zal aankomen bij de broer, bij de zuster, bij de persoon die het moet horen. Vader God, we danken u voor dit moment. Vader, we danken u dat u ons vandaag dit programma laat maken, mij en Martin, Vader. Dat we weer mogen staan in de bediening om onze broers en zusters te bedienen met Bijbelse kennis. Heer, we danken u. Laat de woorden die u mij laat uitspreken niet leeg tot u wederkeren, maar dat het harten zal raken, dat het een goed zaadje zal zijn en dat er goede grond zal vallen vandaag. In de naam van Jezus Christus. En dat de mensen hiermee aan de slag kunnen gaan. In Jezus' almachtige naam. Halleluja. Prijs God. Amen. Yes, beste broer, beste zus. Nogmaals, voor zij die een beetje laat hebben ingetuned. Halleluja. Prijs God. Ik praat vandaag over de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons is. En de Heilige Geest die op ons is. Wat staat er? Wat staat er in de Bijbel? Ja, soms denken we dat we dingen gewoon zelf kunnen doen. Ja, de Heilige Geest die altijd voor ons zal zijn, die altijd voor ons, met ons zal zijn, voor zij die wedergeboren zijn. Beste mensen, wij hebben de Heilige Geest nodig. Anders kan je het werk van God niet doen. You need power, you need education, you need guidance. Je hebt begeleiding nodig, je hebt kracht nodig, je hebt wijsheid nodig. Alleen de Geest van God, de Heilige Geest, kan het aan u geven. God, ja, God heeft je op aarde gezet met een reden. God, our Father, God Almighty, Papa, onze Vader heeft ons met een reden op aarde gezet. Dus beste mensen, ik blijf het zeggen. Vorige week was ik in de gemeente en ik was aan het prediken. En de Heer zei tegen me, zeg aan die mensen, Heer, dat ze gehoorzaam moeten zijn. We kunnen niet meer zonder God leven. We kunnen niet zonder God leven. Als jij een kind van God bent, gaat het goed met je gaan. Als je geen kind van God bent, dan ben je ongelovige. En wat gebeurt er? Er gaat een afstand ontstaan tussen jou en God. God heeft gezegd, onze Vader is een God van relatie. Hij heeft ons gemaakt naar zijn gelijkenis. Ja, Genesis 1 vers 26. Hij heeft ons gemaakt, dus we lijken op hem. God heeft ons gemaakt. We zijn een van de belangrijkste onderdelen van zijn schepping. Hij heeft ervoor gezorgd dat we er zijn. En wanneer we kinderen van God zijn, beste broer, beste zus. Ja, dan kunnen we
kan je groot en sterk zijn, je kan veel geld hebben, maar God zegt niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Dat staat in Zacharias 4, vers 6. En ik zeide, neem mijn Heer. En toen antwoordde hij, sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des Heeren tot Zerubabel. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer der Heerscharen. Dus, beste mensen, als u iets wilt doen, en vooral als u werkt in het Koninkrijk van God, kan je dat niet doen zonder de Heilige Geest. De Geest van God die alles weet. De Geest van God die de hemel opent. De Geest van God die God het beste kijkt. Die God tot het in het diepste kent. Niemand kan zonder God leven. Niemand. Echt waar. Echt waar. Niemand, daarom praat ik over de Heilige Geest, de persoon die Jezus geschonken heeft in Johannes 14 nogmaals. Kijk wat er staat, beste broer, beste zus. Kijk wat er staat. Laat maar even de Surinaam zeggen, nons manen man libi zonder asanta je. Nons manen kan move zonder asanta je. Nons manen kan power zonder asanta je. You can't live without God. You must live with God, with the Holy Spirit in you. Johannes 14, vers 15 tot en met 18. Ik moet dit voor u lezen, want kijk wat Jezus zegt. Wanneer gij mij lief hebt, houdt u van Jezus? Houdt u van Jezus? Is een overbodige vraag. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Om tot in eeuwigheid met u te zijn. Dus als u wedergeboren bent, dan is de Heilige Geest met u. Dan is de Heilige Geest met u tot in eeuwigheid. Ja, de Geest der waarheid. Hij spreekt altijd de waarheid die de wereld niet kon ontvangen, want zij zien hem niet. De Heilige Geest is geestelijk. That's why I'm telling you, ik heb het al een paar keer gezegd, you are spirit first, u bent eerst geest. God heeft u eerst gevormd voordat u in die baarmoeder terecht kwam. U bent eerst geest. Wanneer u communiceert met geest, met God, dan communiceert u in de geest, beste broer, beste zus. Je kan niet gewoon praten, God is, ga je niet fysiek zien. God is ook spirit, God is spirit. Ja? Dus, wat zegt het woord nog meer in Johannes 14, vers 17? Ja, de geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar jij, dus u, kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En ik zal u niet als een wezen achterlaten. Maar wanneer is de Heilige Geest in jou? Wanneer je wedergeboren bent. Dus wanneer jij Jezus aanneemt als jouw meester, Heer en Meester. Ja, wanneer je je zonde beleidt. En wanneer je erkent dat Jezus de Koning is. Dan zal de Heilige Geest in jou wonen. Maar het is nog niet alleen dat. Want dan is de Heilige Geest in jou. But to move with power. To move mountains. To move, to do signs, miracles. Omdat u signs, wonderen, tekenen, genezing moet uitspreken, een demonen wegjagen en verdrijven, dan heeft u de kracht van de Heilige Geest nodig. Ja, ik zal u even vertellen wat de profetie van 2023 is, wat de Heer mij verteld heeft, wat de Heer mij gezegd heeft. De profetie van over 2023 zegt, het wordt een moeilijk jaar, heel moeilijk en zwaar. De US dollar zal dalen en dat gaat een grote impact hebben op de economie en ook in Suriname. We zien het nu omgekeerd. Men zegt van, ah ja, daar is stegen. Ah, die is stegen. Maar het gaat dalen. Wereldwijd gaat het dalen. Waardoor de economie van Suriname nog zwaardere klappen zal krijgen. Maar God zegt, zijn kinderen, luister goed wat ik zeg. Ik praat tot de kinderen van God. Tot broeders en zusters die wedergeboren zijn. Ja? Maar God zegt, zijn kinderen zullen het goed hebben. Hij zal zijn vaderhart nog meer tonen aan zij die zijn kinderen zijn. En hij zal in alles voorzien. De gebeden zijn verhoord. Men heeft gebeden. Men bidt nog steeds. 27 januari zal men bidden in Nis. Het gaat om het gebed. Het gaat erom dat we samenkomen als kerken en gemeentes en roepen tot de Heer, zodat we kunnen bidden en pleiten voor dit land Suriname. Beste broer, beste zus, het is nodig. Op dit moment gaat een wereldgolf van zelfmoord door het land. 2020 had ik de profetie gehad dat de Heer had gezegd, de geest van Nimrod, een van de leiders of de leider bij het bouwen van Babylon, was bezig met zijn pijlen gericht op jonge mannen. Nu weer. Nu
komt de geest van Astarte, de geest van pornografie, masturbatie en seksuele immoraliteit, die de jonge mannen in dit land aanvallen. Waarom worden de jonge mannen aangevallen tussen 12 en 20 jaar? Het zijn de vaders van de toekomst, het zijn de priesters van de huizen, het zijn de mannen die gezinnen moeten vormen. En als je die mensen uitschakelt, dan kunnen er geen gezinnen meer komen. Als je die mannen uitschakelt, dan krijg je gebroken gezinnen. Dus beste broer, beste zus, moeders, ouders, let op je kinderen, let op je kinderen, let op je kinderen. Ik herhaal het, let op je kinderen, bid voor je kinderen, volg je kinderen. Echt waar, die zware demon die nu rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar slachtoffers. Heer, alleen gebed, gebed. En we moeten geloven. We moeten geloven, er zijn nog heel veel mensen die denken dat omdat ze gestudeerd hebben, omdat ze geweldig zijn, veel geld verdienen, dat ze God niet nodig hebben. Het is niet waar, je hebt God nodig. Je hebt God nodig, beste broer, beste zus. Dus de gebeden, er is gebeden. Maar kijk wat er staat, ja, het gebed voor 2023. Schrijf u het op, het gebed voor 2023 heeft Habakkuk gebeden in Habakkuk 3 vers 2. Heer, ik heb het gehoord wat u gezegd heeft. Ik heb diep ontzag voor u. Mensen hebben te weinig ontzag voor de Heer. Er is nog te weinig vrees in des Heren. Want als je vrees in des Heren hebt, dan blijf je op die smalle pad. Dan blijf je, ga je door die smalle hemelpoort. Als je de vrees in des Heren hebt, dan ben je gehoorzaam. Dus, nogmaals beste mensen. Ik heb gehoord wat u gezegd heeft. Ik heb diep ontzag voor u. Heer, doe in de komende jaren alsjeblieft weer machtige dingen. Doe in de komende jaren weer machtige dingen. Habakkuk 3 vers 2. Heb in uw woede ook medelijden met ons. Want God is boos. Hij ziet hoe men omgaat met wat hij ons gegeven heeft. En als u problemen hebt, als u nu weet hoe u het moet doen, dan heeft u de Heilige Geest, de derde persoon van de drie eenheid. U weet het, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Heilige Geest is een onderdeel van de drie eenheid. Het is ook God, het is de Geest van God. De derde persoon van de drie eenheid, de Heilige Geest. Hij leidt Gods kinderen in de waarheid. Dat staat in Romeinen 8 vers 14. De Heilige Geest maakt zijn wil aan de geloven bekend. En dat staat in 1 Thessalonicenzen vers 4. 1 Thessalonicenzen 4 vers 9, ik herhaal, de Heilige Geest maakt zijn wil aan de gelovigen bekend. 1 Thessalonicenzen 4 vers 9, hij geeft hen het verlangen en de kracht om de wil van God te doen. Nogmaals, beste broer, beste zus, ik sta hier vandaag en ik vraag je om terug te gaan in je binnenkamer en God te vragen, Heer, wat zijn uw plannen van mij en hoe moet ik het doen? En wanneer je die vraag stelt, dan komt de Heilige Geest en hij zal je begeleiden. De Heilige Geest gaat je zeggen wat je moet doen. We zitten nu ook in de periode van vasten. Als je een christen bent, dan moet je nu op dit moment midden in je vasten zitten. Ja, dus als je God echt wil leren kennen, ja, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ga ook je Bijbel lezen. Ik bemoedig u. Lees je Bijbel. Heel veel mensen lezen het woord niet. Het woord is vlees geworden. Het woord is God. Als je God wil leren kennen, dan moet je de Bijbel lezen. Oh, Rebakanda. Dus, beste mensen, ik vraag u in de naam van Jezus Christus. Ja, bid en lees je Bijbel. Ken dat liedje? Lees je Bijbel. Bid elke dag. Ja, dus het is niet zomaar. Het is niet zomaar. Lieve mensen, ja, de vraag die we ons vandaag kunnen stellen, hoe intiem is uw relatie met God? Hoe intiem bent u met uw vader? Hoe diep is die relatie met u, ja, met God? Hoe diep is uw relatie? Ja, want als u dat niet weet, dan moet ik je eigenlijk vragen, hoe groot is uw geloof? Want weet je wat het mooie van geloof is? God will take you from faith to faith, from glory to glory. Maar je moet geloven en de Heilige Geest werkt in je. Dus wanneer de Heilige Geest in jou komt, begint hij te werken. Ja? En wanneer de Heilige Geest in jou werkt, beste broer, beste zus, ja, gaat hij je opbouwen, gaat hij je opbouwen, gaat hij je kracht geven, gaat hij je wijsheid geven. Hij gaat ervoor zorgen dat die relatie tussen jou en God beter wordt. Het opbouwen van een goede relatie met God, beste mensen, is een top prioriteit voor elke christen. Het opbouwen van een relatie, ja, is een top
prioriteit. Je moet je vader leren kennen. Wil je een goed leven hebben? Wil je een goed leven hier op aarde hebben? Wil je een lekker leven? Wil je succesvol zijn? Ook hier in Suriname, ondanks de koers. Dan moet je dat met God doen. Dat kan je dat alleen maar met God doen. Ja, het opbouwen van een goede relatie is dus een top prioriteit. Die relatie met God bouw je op door middel van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Geest van God. De Heilige Geest kent God op zijn best. Hij kent alle diepste en alle diepste geheimen van God. De Heilige Geest kan pas in je werken als je hem ook de ruimte geeft. Dus ook voor de mensen die wedergeboren zijn, je moet alles, you have to surrender yourself to God. Moet alles geven aan God. En daarom is het nog steeds mogelijk dat iemand wedergeboren is. Ja, de Heilige Geest in hem heeft, maar kan ook nog steeds een demon in zich hebben. Waarom? Omdat wanneer je jezelf geeft aan God, moet je alles geven aan God. Moet ik je daarvan een voorbeeld geven? Iemand kan zeggen van, jongen, ik ben wedergeboren, vanaf vandaag scheld ik niet meer uit, vanaf vandaag vloek ik niet meer, vanaf vandaag komen er geen vuile woorden meer in me, vanaf vandaag praat ik niet meer over mensen, vanaf vandaag roddel ik niet meer. Maar in je hart zit onvergevingsgezindheid. En onvergevingsgezindheid is een demon van onvergeving. Ja? Dus wanneer we dit soort dingen bekijken, dan zeg ik tegen u, laat jezelf los voor de Heilige Geest. Laat alles los, geef op je hart, geef op alles. Je moet sterven aan jezelf eigenlijk, ja. Ik ga daarover een sessie houden, zeker, sterven aan jezelf. De Heilige Geest begint dan in je te werken. En hoe meer hij in je werkt, hoe meer hij van je ruimte van je krijgt, gaat het ook voor zorgen dat je zal groeien in geloof. Groeien in geloof is belangrijk. En wanneer je groeit in geloof, ga je ook in staat zijn om die wonderen en tekenen te doen. Je zal het werk van Jezus op aarde uitvoeren, want Jezus heeft gezegd, ik ga weg. Maar jullie zijn mijn discipelen. We moeten ware discipelen zijn. Jullie zijn mijn kinderen. Jullie zijn zonen God. Dus je moet het werk van God voortzetten. En het werk van God voortzetten kan je alleen maar doen met de Heilige Geest. Er zijn natuurlijk mensen die niet in de geest zijn. Er zijn natuurlijk mensen die naar een theologische seminarie gaan. Of naar een Bijbelse universiteit. Moet je gaan? Zeker. Moet je leren? Zeker. Maar wat eigenlijk belangrijk is, is wanneer je die kennis hebt, dat je dat inzet met behulp en door de Heilige Geest. Dus God werkt met de Heilige Geest, door jou, met jou, en dan ga je in de bediening staan. Maar als je denkt dat je met je Bijbelse kennis gewoon dingen gaat doen, gaat het niet werken aan Iwoko. Dus wat is eigenlijk het allerbelangrijkste? De Heilige Geest. De Heilige Geest heeft u nodig. Dan moet ik je ook zeggen, ik waarschuw. Er is ook iemand bij me gekomen met een stelling. Ja, ik stond toevallig even in de mall. Ja, en die man zegt van, ja, als je de Heilige Geest hebt, hoef je geen opleidingen meer. De Heilige Geest is je educator. Maar je moet ook andere dingen lezen. Je moet de Bijbel lezen. Je moet het woord lezen en kennen en mediteren. Je moet christelijke boeken lezen. Je moet het allemaal gaan downloaden. Ja, en dan gaat uploaden en dan gaat de Heilige Geest het downloaden wanneer je het nodig hebt. Die kennis is nodig. Ja, je kan God vragen om de marathon te rennen en je wil het ook winnen. Ja, maar alvast rennen, wat is het allerbelangrijkste? Je moet gaan oefenen. Je moet gaan oefenen. Je kan niet zeggen, God, ik wil een marathon rennen. Ja, God is een God van wonderen. Hij zou het zeker niet kunnen. Maar God wil wel dat je oefent. Je kan natuurlijk nu zeggen, ik wil die marathon rennen. Maar als je het morgen wil gaan rennen en je hebt God gevraagd, wil je zeggen dat je direct 42 kilometer gaat rennen. Je gaat moeten oefenen. Je gaat moeten oefenen. En zo ga je ook het woord moeten lezen. Zo ga je moeten weten hoe Jezus heeft gehandeld. Jezus heeft demonen uitgedreven. Hij heeft een systeem hoe hij demonen uitdreven. Je kan niet met je eigen systeem gaan. Je moet alles doen. Dus alles wat niet Bijbels is, is niet goed. De Heilige Geest, ja, die gaat je helpen. God bestaat uit God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. En de Heilige Geest moet je ook uitnodigen en zeggen, kom Heilige Geest. Dus, beste mensen, we moeten, ja, ervoor zorgen dat we altijd met de Heilige Geest werken. En je kan quench, je kan de Heilige Geest niet beledigen. Je kan de Heilige Geest niet beschadigen. Het is de ergste zonde wat er is. Ja, soms lijkt men om de Heilige Geest te vergeten. Men schuift het aan de kant. Je kan niet goed worshipen zonder de Heilige Geest. Je kan geen goede kerkdienst draaien zonder de Heilige Geest. Je hebt de Heilige Geest nodig. Als de Heilige Geest niet in je kerk is, dan is het gewoon een sociaal gezelligheidsclubje. De Heilige Geest moet bij elke dienst aanwezig zijn. We moeten stoppen met die traditionele dingen en een dienstding maken en zich houden aan dingen. Soms geven we de Heilige Geest niet eens de kans om te werken in de kerk. Soms geven we de Heilige Geest niet eens de kans om te werken in ons. Als ik hier sta vandaag, dan sta ik hier.
hier niet zelf. Ik moet begeleid worden door de Heilige Geest. Ik moet die kracht van de Heilige Geest hebben om dit werk te doen, om u te bedienen. Want ik moet de waarheid spreken en de waarheid komt van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Geest van waarheid. I'm talking to you today. Dus de Heilige Geest in ons en op ons is geen formule. Het is geen toverspreukje. Kijk wat Paulus zegt in 2 Korinthe 13, vers 13. 2 Korinthe 13, vers 13. De genade des Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Ik bid vandaag dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie vol zullen zijn van de liefde van God en dat de Heilige Geest jullie in alles zal helpen. Let it sink in. Ik ben zo bij u terug. Zoals ik u zei, beste broer, de Heilige Geest wil dat we een diepe, intieme relatie met God hebben. Gemeenschap met hem hebben. Dat we samen met hem werken. Dat noemen ze met het Griekse woord koinonia. Ja, onze gedachten, gevoelens, alles moeten we gewoon delen met de Heilige Geest. We moeten openstaan, zodat hij ook openstaat. De Heilige Geest heeft toegang tot de hemel, beste broer, beste zus. En hij kent de geheimen van de Vader. Een goede samenwerking. Kijk wat er staat in Romeinen 8, vers 26. We weten niet wat we bidden zullen. Hij helpt ons met bidden. Ja, we moeten actieve deelname hebben in de activiteiten van de Heer. We kunnen niet gewoon stagnant zijn. We pokken op een pressie, we zijn down. Af en toe we gaan kerkje, af en toe we op een manting, we biggie. Dat is geen relatie met God. Je moet een diepe relatie met God hebben. Leer je Vader kennen. En dat kan door gebed, dat kan door een samenwerking met de Heilige Geest. Dat kan door het woord leren. Ik bemoedig u om dit jaar vooral die relatie met u en uw Vader te verdiepen. Ja, samen bewegen. Kijk wat er staat in Johannes 3, vers 8. De Heilige Geest is net als de wind. Ja? De Heilige Geest is net als de wind. Je kan de Heilige Geest niet dwingen. Maar je kan er wel voor zorgen dat hij met je is. In 1 Korinthe 12, vers 11 staat. The Holy Spirit is on the move. God is always on the move. God staat niet stil. We moeten met hem bewegen. En dan kan pas, dat kan pas als jij hem toelaat. Laat de Heilige Geest in je leven. Laat de Heilige Geest. De Heilige Geest is er, ook al ervaar je hem niet. En als je hem niet ervaart, vraag, praat. De Heilige Geest is nu op dit moment hier, ik voel het. Want hij geeft me kracht om dit aan u te vertellen. Geef nooit op, beste broer, beste zus. Blijf bidden, blijf vragen en verlangen naar die ontmoeting. Je bent een kind van God. God wil ja, zichzelf aan je tonen. Maar hij gaat dat niet komen als je huis vuil is. Hij gaat niet komen als je hem geen toestemming geeft. De vervanger van Jezus. Ja, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid met u te zijn. Jezus heeft het gezegd. God de Vader gaf ons leven. En hij zond zijn Zoon. Jezus gaf ons eeuwig leven. En toen zond hij de Heilige Geest. En de Heilige Geest geeft ons de bovennatuurlijke krachten om de dingen van God te doen. En wanneer we klaar zijn, zal ook de Heilige Geest ons zenden naar de Vader. De Heilige Geest zal ons de toekomst vertellen. Dat staat in Johannes 16, vers 13. De Heilige Geest geeft ons kracht om te getuigen. Dat staat in Handelingen 1, vers 8. En daarom praat ik over de Heilige Geest in jou. Wanneer je wedergeboren bent. Maar de Heilige Geest komt op jou. Toen Jezus gedoopt werd en hij kwam weer naar boven. Wat kwam de hemel over en wat kwam op hem? De Heilige Geest in de vorm van een duif.
En wat zei Jezus? Vanaf toen begon hij het koninkrijk te predigen. En waar het koninkrijk komt, zal duizend is weg. Het koninkrijk is niet iets wat je in een formule uitlegt. Het koninkrijk van God moet je... You have to demonstrate the kingdom of God. Demonstreren. Door te bidden en met God samen en de Heilige Geest samen te werken. Zodat die wonderen en die tekenen te zien zullen zijn. Ja, de Heilige Geest roept tot handelen. Ja, de Heilige Geest zendt ons. Ja, Handelingen 13 vers 2. Handelingen 13 vers 4. Ik praat vandaag over de Heilige Geest in ons en op ons. Wat is het verschil? Ja, je ontvangt de Heilige Geest bij de wedergeboorte. Jezus kwam aan bij de Jordaan, ontving de Heilige Geest op hem en werd geleid door de Heilige Geest. Hij werd geleid naar de woestijn om te vasten en te bidden. En hij kwam eruit, ook met de Heilige Geest. Ja, en toen ging de duivel hem aanvallen. Maar hij had power. Als u nu bent aan het vasten, ja, bid voor die ontmoeting met de Heilige Geest. Bid voor openbaringen. Vraag naar een woord van kennis. In Marcus 3, vers 16, toen Jezus naar boven kwam, staat er, ja, ging de hemel open. Ik bid op dit moment, geopen de hemels over uw leven. Ik bid in de naam van Jezus Christus, geopen de hemels over uw leven in de naam, zodat u kunt ontvangen. Ja, bij de wedergeboorte, nogmaals, beste broer, ontvang je de Heilige Geest. Ja, op dat moment gaat God in je werken. Hij gaat je vormen. Hij werkt met dat gedeelte die je zelf aan hem hebt gegeven. Maar nogmaals, ik waarschuw. Niet wanneer je wedergeboren bent en je hebt de Heilige Geest gehad. Wil zeggen dat je een priester bent, dat je een pater bent. Nee, dat zo werkt het niet. Wanneer je de Heilige Geest in jou hebt, gaan de gaven en talenten die God je geeft, gaat zich ontwikkelen. Wanneer de Geest in jou is, ja, kan je een profetie uitspreken, kan je bidden, kan je handoplegging doen. Maar wanneer God jou roept, dan is het wat anders, dan krijg je een mantel. Velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitgekozen. Many are called, few are chosen. Het is een calling om een profeet te zijn. Het is een calling om een apostel te zijn. Het is een calling om een evangelist, een teacher of een herder te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat u niet kan preken. En dat wil niet zeggen dat u de gave van profetie hebt. Dat wil niet zeggen dat u niet kan evangeliseren. Nee, het gaat erom dat wanneer het een roeping is, een calling on your life, dat je er anders mee omgaat. Matthäus 22, vers 14. Many are called, but few are chosen. Vele zijn geroepen. Wanneer God jou roept, gaat hij je salven, want je bent zijn kind. Maar dan ben je niet direct een profeet, dan ben je niet direct een pastor. Je moet opleidingen gaan volgen. Je moet getraind worden door de Heilige Geest. Wanneer je gekozen bent, gaat het koninkrijk van God zich helemaal in jouw leven. Omdat God je moet vormen om zijn werk te doen. En wanneer hij je gevormd heeft, dan komt de Heilige Geest op jou. Dat noemen ze de baptism. Ja, gedoopt worden in de Heilige Geest. Then you will get power. Als je gevuld bent met de Geest, en we moeten elke dag gevuld zijn met de Geest, ja, dan word je geleid door God. Dan gaat God je onderwijzen. Hij gaat je klaarmaken om het grote werk voor hem te doen. Iedereen kan een preekje doen. Ja, gewoon iets van het internet. Is het internet slecht? Nee. Maar pas ook op met internet. Want de vijand gebruikt het ook. Dus pas op. Je moet de Bijbel lezen. Ik benadruk het elke keer. Leer het woord kennen, mediteren en bestuderen. Wat Jezus heeft toen de duivel Jezus aanviel. Wat heeft hij gezegd? Het staat geschreven. Het staat geschreven. Wanneer u bezig bent demonen uit te drijven, dan heeft u het woord nodig. Wanneer u bezig bent met het werk van God, heeft u het woord nodig. Het zijn geen versjes die je moet opzeggen. Ja, want in het woord zit de sleutel. En daarom zei Jezus tegen ze, ze moeten wachten. Ze mogen de stad niet verlaten. En kijk wat er gebeurt in handelingen. Is eerst blies hij de Heilige Geest. Johannes 20 vers 22. Heeft de Heilige Geest in ze gezet. En toen heeft hij gezegd, wacht.
En dat staat in Handelingen 1 vers 8, want dan ga je power ontvangen om de Heilige Geest op te gaan. Dus let op goed wat ik zeg. Jezus blies. Receive the Holy Spirit. En toen moesten ze wachten. En in Handelingen 2 vers 3 en 4 staat het. De Heilige Geest kwam op ze. En vanaf dat moment moesten ze uitgaan naar Judea, Samaria, ja, Jeruzalem. En de hele wereld moest ingaan om te gaan getuigen. Ja? The Spirit upon you. De Heilige Geest op jou geeft jou kracht. En laat je de dingen van goed doen. Dat noemen ze signs and wonders. Tekenen. Kijk wat er staat in Jesaja 61. De Geest des Heren is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. En om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen opening der gevangenis. Er staat in, en Jezus zei dat ook in Lucas 4 vers 18. Dus nogmaals beste mensen. Wanneer je wedergeboren bent. Dan komt de Heilige Geest in jou wonen. Maar als je die kracht moet ontvangen. Dan moet de Heilige Geest op jou zijn. En het is een combinatie. Het is een samenwerking. Maar je gaat die kracht pas krijgen van God als je ernaar verlangt. Maar ook als je klaar ervoor bent om te werken in Gods Koninkrijk. Dus nogmaals, wanneer de Heilige Geest op jou komt, is het bewijs, het spreken in tongentaal. Maar het is niet dat alleen. Je moet ook klaar zijn om het werk van God te doen. Ieder die Jezus aanneemt, ontvangt de Heilige Geest. Het bewijs dat we kinderen van God zijn. Romeinen 8 vers 16. Onze innerlijke leraar, de Geest van waarheid, hij wijst ons de weg. Johannes 16, vers 12 en 33. Ja, 12 tot en met 13, sorry. Johannes 16, vers 12 tot en met 13. Daardoor zullen we de vrucht dragen. Heer, leer ons bidden, demonen wegjagen, zieken genezen. Hij doet het door ons. Hij is het. Let goed op wat ik zeg. Wanneer de Heilige Geest in jou is en op jou is, dan doe je het werk van God aan jou. Dus je kan nooit met de eer gaan strijken. Je kan geen demon uit jezelf weghalen. Je kan niet iets ontwikkelen zonder de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest. Matthäus 10 vers 20. Want gij zijt het niet die spreekt. Doch het is de Geest uw Vader die in u spreekt. Nogmaals, Matthäus 10 vers 20. Want vroeg de man, denk dat de man gevaarlijk. Je nog gevaarlijk. Hij, want gij zijt het niet. Ik herhaal wat er staat in Matthäus 10 vers. Gij zijt het niet die spreekt. Doch het is de Geest van uw Vader die in u spreekt. Dit is deel 1 over de Heilige Geest. Ik ga nog meer over de Heilige Geest met u praten. Nog meer. Want de Heilige Geest is belangrijk. Belangrijk, belangrijk. De salving op ons kan niet komen zolang we de salving in ons niet hebben gehad. Maar het is beloofd in het Oude Testament. Kijk wat er staat in Joël 2 vers 28. Dus vanaf het Oude Testament heeft God die profetieën zijn uitgekomen. Die beloftes zijn uitgekomen. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten. Wat zegt God? Hij gaat zijn geest uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dus die heilige uitstorting van de Heilige Geest komt. Beste mensen, als Jezus straks komt, dan moet u een kind van God zijn. Het doel van de Heilige Geest met ons. Ik ga u het doel geven. En dan ga ik afsluiten. Dan ga ik met u bidden. Ja? Het belangrijkste, het doel van de Heilige Geest op ons. De kracht om te dienen. Dat is het doel van de Heilige Geest op ons. Lucas 4 vers 18. De Geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Om aan armen het evangelie te brengen. Halleluja, prijs God. Ja, de kracht om te getuigen, het doel van de Heilige Geest op ons. De kracht om te getuigen en het evangelie te verkondigen. Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult met getuigen zijn, mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. De kracht, het doel van de kracht van de Heilige Geest, de kracht om te genezen. Handelingen 3 vers 12. En Petrus zag het en antwoordde het volk. Mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover? Of wat staart gij ons aan? Alsof wij door eigen kracht of Gods vrucht deze hadden doen lopen. Beste mensen,
het doel van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest om de gaven van de Geest uit te oefenen. 1 Korinthe 12 vers 8 tot en met 11. Want aan de een wordt de Geest gegeven met wijsheid te spreken. En aan de andere met kennis te spreken. Krachtens dezelfde Geest. Aan de een geloof door dezelfde Geest. En aan de andere gaven van genezingen door die ene Geest. Aan de een werking van krachten en aan de andere profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten en aan de andere allerlei tongen. En aan weer een andere vertolking van tongen. Doch, dit alles werkt in dezelfde geest die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk hij wil, God. Dus de Heilige Geest op jou heb je nodig om het werk van God te doen. Het laatste kom ik bij u, de Heilige Geest in ons, hij openbaart. Dus nogmaals, dat geef ik u nu aan. Ik ga rustig praten, dan kunt u het even opschrijven. Het is een teaching. Ja, de Heilige Geest in ons. Ja, neem een blaadje, dan maakt u zo'n thee. De Heilige Geest in ons. Ja, wat openbaarheid. En dan maak je aan de andere kant de Heilige Geest op ons, wat openbaarheid. De Heilige Geest in ons. Luister, het Koninkrijk van God in ons, dat is de liefde van God, de genade van Jezus en de vrede van de Heilige Geest. De Heilige Geest in ons. Schrijf aan die andere kant, de Heilige Geest op ons, het Koninkrijk van God in de wereld. Ja, tekenen, wonderen, krachten, genezing en bevrijding, dat ga je allemaal uitvoeren als de Heilige Geest op u is. Nogmaals, dus de Heilige Geest op u, de Heilige Geest op u geeft de kracht om tekenen, wonderen, genezing en bevrijding te doen, plaatsvinden. Kom, ga ik weer terug. De Heilige Geest in ons. Ja, het openbaart de vrucht van de Geest. Ja, de vrucht van de Geest zijn die talenten en die gaven. De Heilige Geest op ons openbaart de gaven van de Geest. Ja, de Heilige Geest in ons het karakter van Jezus. Hoe Jezus is, we handelen. De Heilige Geest op ons de kracht van Jezus. De Heilige Geest in ons de integriteit van Jezus. De Heilige Geest op ons openbaart de autoriteit van Jezus. Want alles doe je in de naam van Jezus. Alles doe je. Als ik hier sta, dan doe ik het in de naam van Jezus Christus. De kracht van de Heilige Geest laat ons doen wat God van ons vraagt. Het is er om God zijn liefde te laten zien. Dus als de Geest op jou is, is het niet om show te maken in de kerk. Is het niet om money te maken. Het is om het werk van God te doen. Het is om het koninkrijk kenbaar te maken. Het is om het evangelie te prediken. Het is er om zijn tekenen en wonderen te doen. Ja, en Jezus, toen hij als mens hier op aarde vertoefde, heeft de Heilige Geest hem geleid. Ja, dus, beste mensen, ik ben aan het einde gekomen van deze uitzending. Er komt nog meer. Laat me voor u bidden. Vader, ik kom tot u. Met mijn broer, met mijn zus, Heer. En ik bid dat vandaag, dat ze nog meer kennis hebben mogen ontvangen over de Heilige Geest. Ik bid in de naam van Jezus Christus, dat de Heilige Geest niet alleen in ze zal zijn, maar ook op ze zal zijn. Vader, ik bid dat de kracht van de Heilige Geest op dit moment ze nu al overneemt, Vader. Zodat ze kunnen werken in uw wijngaard. Ontvang de Heilige Geest vandaag in de naam van Jezus Christus. Ontvang het in Jezus' naam. Laat de kracht van de Heilige Geest op u zijn en in u zijn om signs en wonderen te doen. Vader, ik bid voor dit land, Vader. Ik bid en ik bid, bestraf die geest van zelfmoord. Vader, de geest van depressie, de geest van bitterheid en haat. In de naam van Jezus en in de autoriteit van bind en bestraf ik deze demonen die onze jongeren aanvallen. Vader, ik bid bescherming en het bloed van Jezus over elke jeugdige in dit land, Heer. Vader, ik bid, Vader, dat u op dit moment de ouders wakker schudt om met uw kinderen te werken, te bidden, de kinderen te leiden naar geloof, dat de jongeren weten, Vader, dat u er bent voor ze, dat u er bent, Vader. Ik bid, Vader, dat de jeugdleiders mogen opstaan. Ik bid, Vader, in de naam van Jezus, dat de evangelisten mogen opstaan, die door het land heen gaan om het woord te brengen en met jongeren gaan praten in de naam van Jezus. Vader, in de naam van Jezus bid ik bescherming over dit land. Laat uw bloed vloeien over dit land in de naam van Jezus Christus. Heer, ik bid bescherming over alle kinderen. En Vader, we vernietigen in de naam
naam van Jezus spreek ik vernietiging uit over alle afgoden altaren die gebouwd zijn in dit land in de naam van Jezus Christus. Het bloed van Jezus over ieder. In Jezus naam. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De Heere zal u stellen tot het hoofd en niet tot de staart en gij zult enkel opgaan en niet neergaan. In Jezus naam. Amen en amen. Carry me, oh. Holy Spirit, carry me, oh. On wings of eagles, carry me, oh. To the place of prayer, carry me, oh. Holy Spirit, carry me, oh. To the place of power, carry me, oh. Carry me, oh. 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 Hey. Holy Spirit, help me waters, carry me, oh. Carry me. To realms of glory, carry me, oh. Carry me, oh. Holy Spirit, carry me, oh. Carry me. Holy Spirit, guide me, oh. Guide me. I need direction, guide me.
Father, we glorify your name, and we thank you for sending your Son, Jesus. We know, Lord, that you care about all our problems and all our hurts and every disease. And Jesus, we know that as we release ourselves in faith, trusting only in you, that the power of the Holy Spirit would be released, healing and wiping away all doubt, disappointment and fear. Father, let the power of your Spirit move upon every man, every woman, every child, from every tribe and in every nation, as we await the coming of Jesus Christ, our Lord and Savior. Let your living water flow. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Give your life.
Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Thank you, Lord. Lord.